We zijn hier bij Schothorst Feed Research. Schothorst Feed Research wil samen met Sloten onderzoek doen op het gebied van jongveeopfok. We denken dat we met een goede jongveeopfok en een goede start van het leven van de jonge kalveren invloed kunnen uitoefenen op de gezondheid van de kalveren en op de groei van de kalveren en ook op de productie in de eerste lactatie van de fase. Als de kalveren geboren worden op de Schothorst, dan streven we ernaar om de kalveren zo snel mogelijk in de eenlingbox te krijgen. De koeien worden dan direct gemolken en de kalveren krijgen gelijk biest. Dat vinden we belangrijk en ook zo vlug mogelijk en zoveel mogelijk biest erin. Als ze 3 dagen biest gehad hebben, dan stappen we over op de Sprevo. We zorgen dan dat ze genoeg energie erin krijgen, dat ze ook genoeg weerstand hebben als ze straks achter de automaat komen. Na 14 dagen komen ze dus aan de automaat. Dan worden ze volgens een vast schema krijgen ze hun melk. Er wordt volgens een vast schema gevoerd en weer afgebouwd. Daarnaast krijgen ze onbeperkt kalverkorrels en luzerne. In de eerste maand dan groeien ze hoofdzakelijk van de melk. Maar daarnaast is het gewoon nodig dat ze leren om krachtvoer te vereten en luzerne om de penspapillen te ontwikkelen. En dat moeten ze uiteindelijk gaan leren om voldoende groei te krijgen, voldoende groei in het skelet en ook om de weerstand hoog te houden. In deze stal hebben we 4 strohokken. We werken volgens all-in, all-out systeem. Elke maand worden de kalveren doorgeschoven. Ze worden dan ook eerst opgesloten hier op de roosters, zodat we de hokken uit kunnen messen. Daarna worden ze gewogen en doorgeschoven naar het volgende hok. Het resultaat van deze opfok, dat kunnen we hier zien. Maar we zijn zeer tevreden hoe het eigenlijk gaat hier. De kalveren die staan er heel mooi bij. Er zit een mooie glans op, ze zijn goed ontwikkeld. We hebben voor een maximale groei en een optimale gezondheid. En optimale gezondheid, dat is heel belangrijk ook naar de toekomst toe. We zijn op zich zijn we heel tevreden over hoe het gegaan is. We hebben tot nu toe geen medicijnen hoeven te gebruiken. Een goede start legt de basis voor een hoogproductieve, duurzame melkveestapel. Thank you.